mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Vos TV. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog, laat een commentaar en reacties. Ik ga jullie vertellen waarom ik een nieuw editprogramma heb, waarom ik een nieuwe intro heb, een nieuwe outro en wanneer ik ga uploaden op Twitch en op YouTube. Dat ga ik jullie nu allemaal vertellen. De eerste is, ik heb nieuws, zoals jullie weten heb ik in de beschrijving nieuwe uren gezet wanneer ik ga uploaden, dus... Ik ga ze er even bij nemen. De uren van de week zijn maandag om 16:00 tot 21:00. Dus eigenlijk van 16 van 4:00 tot 9:00 denk ik dat is. En dat is tot, en dat is woensdag ook. En vrijdag ook. En zaterdag is dat van 10:00 tot 21:00. Dus van 10 tot 1:00. Tot 9:00 s'avonds. Op Twitch stream ik zaterdag, dinsdag en donderdag. Zondag, dinsdag en donderdag. Twitch ik, maar dat is nog niet... Ik heb al een Twitch-account aangemaakt, maar ik moet nog... Ik ga er binnenkort... Ik ga nu proberen uit te zoeken hoe ik moet streamen. Ik heb dan ook gezegd... Zoals jullie gezien hebben, ik heb een nieuwe intro. Helemaal in de sfeer van het nieuwe kanaal. Ja, van mijn upgrade van mijn kanaal. Dus ik heb een nieuwe intro. Ook heel leuk gevonden. Dankzij Lux Live NL heb ik die intro kunnen maken. En een nieuwe outro heb ik ook gemaakt. Dat is eigenlijk wel leuk. En waarom dat ik een nieuw editprogramma heb. Een nieuw thumbnail programma. Waarom? Omdat ik op mijn gsm dit, mijn editprogramma Vlogstar, een beetje ambetant. Het bleef heel vaak hangen. Het bleef haperen. Het deed niet wat het moest doen. Waardoor ik genoodzaakt ben om een nieuw editprogramma te gaan zoeken. En toen zag ik toevallig ergens in de App Store staan, denk ik, KineMaster. Oh, leuk. Ik denk, ik ga dat downloaden. En eigenlijk is dat een heel goed programma, want ik kan kijken hoe mijn video's bewerken. Ik kan er echt heel veel mee. En met mijn Thumbnail Maker heb ik Thumbnail Maker 1 2021 gepakt. Omdat ook Thumbnail Maker dat ook bij YouTube, alleen bij Vlogstar hoort, natuurlijk, dat werkte ook niet meer. Dus ik heb een nieuw editprogramma moeten downloaden, een nieuw thumbnail programma. En dat is eigenlijk ook wel een leuk programma, want dat maakt leuke thumbnails en ik kan er beter mee werken dan eigenlijk met de vorige programma. Ik vind het nieuwe editprogramma en het nieuwe thumbnail programma veel beter. Natuurlijk, YouTube Studio hoort daar ook bij, maar dat werkt nog. Anders kan ik mijn info er niet bij zetten. Ik heb dan ook een nieuwe intro. Ik vind de intro keigoed gelukt daar nog over. En de outro is ook keigoed mooi gelukt. Ik vind het eigenlijk wel leuk om zo'n dingen te maken voor mijn YouTube kanaal. Voor mijn game kanaal en mijn backup kanaal heb ik ook een andere intro en een outro. Dus wel dezelfde als gewoon voor mijn gewoon kanaal. Maar dan met de naam anders. En eigenlijk was het dan. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.